Yo gasten, Gamebouwers hier, welkom bij een nieuwe video. Vandaag doen we weer Soccer Stars. Vorige keer vonden jullie het volgens mij best wel leuk, dus vandaag doe ik er daarom nog een keertje een. Als jullie denken, yo, je moet het hierna gewoon nog een keer doen, vergeet dan geen duimpje omhoog achter te laten en te abonneren natuurlijk. Maar ik vind Trickshot, dat vind ik wel echt een super nice game mode. 1 versus 1 is natuurlijk ook lachen. Je hebt heel veel verschillende modes, maar ik vind Trickshot wel echt beast. Ik heb momenteel trouwens 20.000 coins, echt superveel. Ik had na de vorige video heb ik nog wat gespeeld. Dus ik heb lekker wat coins. Ik ga misschien zo meteen wel 20.000 coins inzetten in één potje. Dat zou wel sick zijn. Als ik dan verlies, ga ik echt huilen. Maar we beginnen gewoon met 500 coins. Gewoon lekker klein beginnen. Niet meteen voor het allergrootste gaan. Maar ik denk dat ik dat zo meteen ga doen. Oh, dat wordt wel zo sick. Dan moet ik gewoon winnen, want anders ben ik gewoon alles kwijt. Maar eerst even opletten. Dit moet ik wel scoren. Ja, dat komt denk ik wel goed. Bam! En dat is inderdaad een goal! Dat was ook niet al te moeilijk. Sommige trickshots zijn echt vet moeilijk, maar dit is wel redelijk makkelijk. Ja, mijn tegenstander scoort hem ook. Trouwens, mijn neus zit helemaal verstopt vanwege de hooikoorts op dit moment. Dus mocht ik af en toe een beetje mijn neus ophalen en in mijn ogen jeuken ook. Dus dan weten jullie in ieder geval dat. Niet dat jullie denken, oh wat is die Joran vies bezig. Maar ik moet nu trouwens even opletten. Bam! Ja, oeh, dat scheelt helemaal niks. Die ging nog bijna naast. Oké, maar gelukkig gaat hij erin. Deze moet ik ook even scoren. Ik denk dat hij zo ongeveer moet. Ik probeer het gewoon. Ah, shit. Hoe moest je die dan doen? Of die moest je dan via de muur of zo doen? Nou, ik hoop in ieder geval dat mijn tegenstander hem niet scoort. Ah, hij scoort hem wel. Fuck! Oké, ik sta dus nu achter. Hopelijk mist hij deze. Dan zou ik heel misschien nog terug kunnen komen, maar hij scoort hem wel. Oké, dan heb ik nu wel een probleem. Ik moet deze scoren. Als ik deze niet score, heb ik al verloren. Ik denk dat hij zo wel goed is. Ah, shit, nee. Oké, ik heb verloren. Gelukkig ging het nu om 500 coins, dus dan maakt het iets minder uit. We gaan gewoon nog een potje spelen, weer om 500 coins. Want ik wil gewoon 20.000 coins houden om zeg maar zo meteen alles in te zetten. Oh, dan moet ik gewoon winnen. Als ik dan verlies, dat zou heel kut zijn. Volgende potje, oké. Dit is wel heel makkelijk. Ja, die kan je toch niet missen eigenlijk. Ja, of je moet de andere kant op schieten, maar dat slaat natuurlijk nergens op. Bam! En dat is een goal. En dan ben ik meteen weer aan de beurt. Dan kan ik hier langs zijn schieten. En dan is dit best wel een makkelijke goal. Je moet niet te veel opzij gaan met deze. Want anders ben je echt fucked. En nee, dat doet hij ook niet. Oké, dan staat hij nog steeds gelijk. En oh, hij is aan de beurt. Dit is ja, niet een extreem lastige, denk ik. Ik hoop in ieder geval dat hij hem mist. En dat doet hij ook. Oké, nice. Als ik deze score, sta ik voor. Dus het zou kunnen. Ik denk ongeveer zo. En... ah, nee. Hij ging via de bal. En via de andere bal ging hij eruit. Oké, kutzooi. Dit is wel een lastige. Ik moet, denk ik, ietsje zo. En dan probeer ik het gewoon. Hey, nice. Oké, dit is een goal. Oké, ik denk dat hij het best wel lastig gaat krijgen om deze erin te krijgen. Want zo hele makkelijke was het niet. Dus ik hoop dat hij hem mist. En dat doet hij ook. Nice, ik sta voor. Als ik deze nu score... oh, nee. Als hij deze nu mist... dan heb ik gewonnen. Dus dat zou echt super nice zijn als hij hem mist. Maar dat doet hij niet. Maar alsnog, als ik hem nu score, dan heb ik ook gewonnen. Dus dat zou wel chill zijn. En dan doe ik hem hier ongeveer en ik heb gescoord. Ja, nice. Ik heb gewonnen. Dan maak ik de verlies van zo net weer goed. Dus dat is wel chill. Dan ga ik nu nog één potje doen voor 500 coins. En daarna ga ik de 20.000 inzetten. Holy shit. Ik wil wel een rematch. Maar dat wil mijn tegenstander niet. Dan doen we gewoon een nieuwe tegenstander. Kan natuurlijk ook. Maakt mij niet heel veel uit. Ik own hem toch wel. In ieder geval, dat hoop ik. Want ik wil natuurlijk liever niet verliezen. Oh, ik doe nu trouwens voor 100 coins. Dat wou ik helemaal niet. Ja, boeien. Dan moet ik waarschijnlijk tegen een minder goed iemand. In ieder geval, dat hoop ik. En dat ik dan gewoon lekker ga winnen. Deze scoort hij denk ik ook wel. Dit zijn van die zulke makkelijke ballen. Oh, hij mist hem gewoon. Oké, dit is wel echt een noob. Als hij dat soort ballen gewoon mist. Als hij deze weer mist, dan ga ik dit makkelijk winnen. Oké, nou, nu scoort hij gelukkig dan wel voor hem. Ja, ik ga ook gewoon even scoren. Deze moet ik scoren en dat doe ik ook. Easy peasy. Ik sta momenteel 2-0 voor. Alleen dit... oh ja, deze is trouwens ook niet heel moeilijk. Ook weer een goal. 3-1 voor. Maar ja, hij had natuurlijk ook een schot minder. Dus dat moet je er eigenlijk wel afrekenen. En oeh, die schoot hij nog bijna naast ook. Dat was wel eens geweest als hij die naschoot. Volgende en die scoort hij ook. En dan, als ik deze score, heb ik dan gewonnen? Nee, volgens mij nog niet. Dan moet ik die na weer scoren en dan heb ik wel gewonnen. Zo zit hij wel. Inderdaad. Oeh, dat scheelt trouwens niet heel veel. Maar gelukkig zit hij. En als ik deze nu score, heb ik gewonnen. Ik schiet hem gewoon zo, bam, naar voren. Huh? Hoe kan je deze scoren? Ik heb geen idee.
Maar in ieder geval heb ik hem gemist. Oké, dan hoop ik dat mijn tegenstander hem ook mist. Hoe kan je deze scoren? Ik heb echt geen idee. Ja, dat deed ik net ook. En bij mij ging die er niet in. En nee, bij mijn tegenstander ook niet. Dus dat is mooi. Dan heb ik nu alsnog gewonnen. Het gaat maar om 100 coins. Niet heel veel dus. Maar ik ben er op zich wel blij mee. En nu is het grote moment aangebroken. We gaan spelen om 20.000 coins. Zoveel coins heb ik nog nooit ingezet met dit spel. Dus als ik nu verlies, ga ik echt huilen. Want dan ben ik gewoon bijna alles kwijt. Ik hou dan nog ongeveer 1000 coins over of zo. Holy shit. En ik moet tegen iemand van level 53. Oké, nee. Ik moet nu echt super goed opletten. En goed gaan spelen. Holy shit. Ja, dat is niet al te moeilijk. Deze moet ik ook gewoon scoren. Als ik deze mis, dan heb ik sowieso verloren. Ja, deze kan je gewoon rechtdoor schieten. Bam, goal. Het staat 1-1. Dat was niet al te moeilijk. Oh, als ik deze win, dan heb ik trouwens gewoon 40.000 coins. Dat is wel heel sick zijn. Deze is trouwens ook niet al te moeilijk. In ieder geval, dan ga ik vanuit gewoon rechtdoor schieten. En dat doe ik ook. Dan staat er momenteel 2-1. Maar ja, eigenlijk staat 2-2. Want mijn tegenstander scoort deze ook sowieso. Als je deze mist, ben je wel heel slecht. En hij scoort hem inderdaad. Holy shit, kom op, ik moet winnen. Oh, mijn tegenstander is nu. Dit is trouwens wel lastig, hè. Ik ga gewoon precies hetzelfde doen als wat hij er ook doet, want hij scoort hem. Dat is wel chillen. Als hij eerst is, dan kan ik daarna gewoon hetzelfde doen. Hij schoot hem ongeveer zo. Oh, nee, shit, ik schoot veel te zacht. Nee. Oh, fuck, oké, deze moet ik scoren dan. Hoe kan ik deze scoren? Ik schiet hem vanaf hier, schiet ik hem zo, bam, bam. En hij gaat naast. Nee. Hij moet deze nu missen. Hij moet deze missen, anders heeft hij gewonnen. Maar ik heb geen idee hoe je deze kan scoren. Ik snap dat echt niet. Hoe kan je deze ooit scoren? Ik hoop dat hij mist. Kom op, mis hem. Mis hem. Hij laat mij veel te lang in spanning. Schiet gewoon. Kom op. Nee. Oh, ik hoop echt dat ik ga winnen. Maar het wordt nu wel heel lastig. Waarom wacht hij zo lang? Oh, nice. Hij heeft nu ook gemist. Maar alsnog moet ik nu scoren. Als hij deze nu scoort, heeft hij dan gewonnen? Volgens mij heeft hij nu gewonnen. Ja, inderdaad, shit. Oh, daar gingen al mijn coins. Al mijn coins! Ze zijn weg! Nee. Oh, ik heb er nog maar 1000. Oh, weet je wat? Ik ga nu gewoon alles inzetten ook gewoon. Weet je, het boeit me nu helemaal niks meer. Kan je hier ergens 1 versus 1, kan je 1000 coins inzetten of 1500? Ik kijk wel even. Oh nee, je kan alleen 500, je kan geen 1000. Nou, dan ga ik al even 500 coins inzetten. Ik vind het helemaal niet meer leuk op deze manier. Oh, had ik dat maar niet gedaan, al mijn coins inzetten. Maar ja, het is ook wel weer spannend op de een of andere manier. Maar we gaan nu gewoon even een normaal potje spelen. En ik hoop dat ik dan wel gewoon kan winnen. Trouwens, mijn neus en ogen kriebelen echt niet normaal hard. Maar ik mag er niet in gaan wrijven, want dan wordt het alleen maar erger. Maar tot hoeveel goals gaat dit eigenlijk? Ik heb niet echt opgelet. Volgens mij tot de 2 of 3 goals gaat dit. In ieder geval, ik moet gewoon zorgen dat ik score en mijn tegenstander niet. Daar gaat het gewoon om. Die bal moet nu de andere kant op. Ik ga wel met die schieten. En ja, dat is prima weggewerkt. Ik denk dat hij hier momenteel niks mee kan. Dat is op zich wel chill, dat hij met die gaat schieten. Want dan is nu zijn hele goal vrij. Dan ga ik nu met deze schieten en dan hoop ik dat ik via de muur kan scoren. Hier ongeveer, bam. En... Oh shit, net niet. Hij moest net ietsjes meer naar rechts de bal. Maar ja, dat weet je natuurlijk niet van tevoren. Ik schiet hem gewoon weg. Bam. En dan is de goal nu weer vrij. Alleen dan heeft hij nu wel een scoringskans. Oké, dat was niet heel slim van mij. Oké, ik hoop niet dat hij deze gaat scoren. Trouwens, ondertussen even een slokje water. Tegen de dorst. Dat is ook wel chill. Ja, hoe ga ik dit nu doen? Ik schiet hem wel even zo weg. Boom! Oké, nou, die bal is weg. Dat is mooi. Maar mijn goal is nu ook wel redelijk open. Dus dat is wel behalen. Dan moet ik wel voor uitkijken dat hij natuurlijk niet kan scoren. Oké, nice. Hij geeft me hier gewoon een gratis goal. Want deze score ik sowieso. Ik krijg nu trouwens een berichtje via OSM. Maar maakt niet uit. Ik heb gescoord. Nu sta ik dus 1-0 voor. Nu weet ik trouwens nog steeds niet of het tot de 2 of 3 goals gaat. Maar ja, maakt ook niet uit. Daar komen we wel zelf achter. En ik hoop dat ik in ieder geval ga winnen. Ik schiet hem even weg. Boom! En dat is prima weggewerkt. De bal ligt er nu best wel goed voor. In ieder geval voor mij. Ja, hij kan hem ook wel makkelijk wegwerken. Maar nu is zijn goal helemaal open. Dus dat is wel chill. Oké, ik ga hier gewoon aanvallen. Boom! En oh, nice. Oké, de bal ligt er weer goed voor. Ik denk dat hij dit potje wel kan winnen. In ieder geval, dat hoop ik. Ik schiet zijne gewoon weg. Doe ik even zo. Boom! En dan is zijne weg daar. En dan heeft hij nu wel lastig met verdedigen. Als hij slim is, doet hij zijn puck langzaam voor. Nou ja, dit is wel prima gedaan door hem. Ik schiet mijne daar er even bij.
En ja, dit is eigenlijk niet heel slim gespeeld van mij, want nu kan ik helemaal niks daar. Ja, wat zal ik doen? Weet je wat? Ik schiet deze, dus schiet ik gewoon weg. Bam, dan maak ik even ruimte hier vrij. En dan kan ik dan misschien weer een aanval neerzetten. Ik ben wel benieuwd wat hij nu gaat doen. Oh, hij schiet hem gewoon terug. Oké, dan prima. Maar dan kan ik nu misschien deze via de zijkant scoren. Ah, nee, dat was te veel van het goede. Heel soms gaat hij dan gewoon bam via het hoekje. Gaat hij zo weer terug of zo. En dan gaat hij gewoon in het goal. Maar ja, dat gebeurt nu helaas niet. Ik kan nu trouwens hier even zo schieten. En dat was prima. Dan is de bal in ieder geval uit die hoek. Die hoek is gewoon vet irritant als daar de hele tijd die bal ligt. En ik hoop trouwens dat ik dit potje nog wel even kan winnen. Dat maakt dan het vorige potje, nou ja, dan maakt het absoluut niet goed. Want die 20.000 coins krijg ik echt niet meer terug. Maar dan heb ik in ieder geval nog een keer gewonnen. En dat had ik trouwens sowieso al, maar dat waren echt weinig coins waarom het ging. Nu is het trouwens ook maar 500 coins, is ook niet extreem veel. Ik baal er echt van, man, dat ik heb verloren. Oké, het is weer afwachten. Het duurt trouwens best wel lang voordat een keer gescoord kan worden. Misschien nu, via de muur. Het zal wat zijn. Yay, nice. Ik heb gescoord. Oké, het gaat dus tot de 3 goals. Dan weet ik dat nu ook, niet tot de 2. Nog 1 keer scoren dus en ik heb gewonnen. Deze telt trouwens niet, want je mag niet meteen vanaf de aftrap scoren. Dus dan heb ik nu aftrap, dat is op zich wel chill. En dan doe ik het zo. En dat is goed, ja, die bal wordt dan uit zijn goal neergezet. Want achter de achterlijn mag hij de bal niet hebben. Nice, en dan kan ik misschien nu scoren. Dan moet ik wel echt even heel goed mikken. Ja, ik denk niet dat het gaat lukken. Nee, inderdaad. Dat was wel heel moeilijk. Dan moest je de bal echt perfect raken, wou ik die scoren. Oké, ik ga nu met deze aanvallen. Boom. Oh, shit. Mijn eigen puck die haalt hem dan weer vervolgens weg. Dat is wel een beetje balend. Ik zet mij er gewoon voor. Dan kan hij niet zoveel. Dan kan hij de bal in ieder geval niet wegschieten. Dus dat is wel chill. Is wel irritant voor hem. Is alleen maar mooi. Maar misschien kan ik nu scoren. Boom. En ik kan scoren. Nice. Dan heb ik nu als het goed is gewonnen. Holy shit. 3-0. Even een easy win. Dit was wel nice. Dan maak ik, ja, toch de vorige verlies weer een klein beetje goed. Maar dan laat ik het hierbij. Ik heb uiteindelijk dus toch nog een paar potjes gewonnen. Maar de allerbelangrijkste pot heb ik verloren. En dat was op 20.000 coins. Shit. Oké. Maar misschien vinden jullie het een leuk idee dat ik binnenkort gewoon nog een keer ga spelen. Dat ik weer vet voor coins ga sparen. Dat ik dan weer alles ga inzetten. Laat het maar weten in de reacties. En mocht je andere games hebben die ik moet gaan spelen, laat het natuurlijk ook weer achter in de reacties. Maar natuurlijk tot slot, ik zie jullie later, bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje leuk vond, dan vind je dit filmpje wat hier staat ook wel leuk. Waarschijnlijk, hoogwaarschijnlijk. Dan kan je daar nu nog op klikken. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, dat kan je dan hier doen. Dan kan je daarop drukken en dan kan je abonneren. En dan word je natuurlijk lid van de Bouse Army. Yeah!